Het is weer woensdag, het is weer woensdag. Glitterende eenhoorn heeft een verhaal. Het is weer woensdag, het is weer woensdag. Bladibibli. Blibladiblabla. Hallo lieve internetvrienden, welkom bij de nieuwe vlog van Glitterende eenhoorn. Er is veel gebeurd in mijn leven. En ik zat te denken, waar wil ik nou over vertellen in die vlog? En één ding was wel kut. De ergernis van de week. De ergernis van de week, daar ga ik mee beginnen. De ergernis van de week is dat ik mijn... Ik had mijn tas buiten laten staan, heel dom van mij. Ik was met veel tassen thuisgekomen en toen had ik één van die tassen naast de fiets laten staan. Ja, ik kwam thuis en er was in één tas en ik dacht dat de karnemelk lekte. Dus die had ik zo opengemaakt, maar die bleek gewoon heel koud en niet te lekken. En toen kwam Yeti Girl nog aan. Dat was heel lief. Die komt me altijd naar me toe als ik aan kom fietsen. Maar toen ben ik dus één van mijn twee tassen bij de fiets vergeten. De buurvrouw heeft hem nog gezien later, maar die dacht die komt wel goed. Toen was die weg. En in die tas zat mijn camera. Mijn vlogcamera. Of twee van mijn vlogcamera's. De onderwatercamera, die net nieuw was. En de powershot, waarmee ik normaal filmde. Dus nu film ik maar met de wat chiquere camera. Maar die is dus wel moeilijker vast te houden. Nou ja, vandaar. Dat is vervelend en nou wil ik eigenlijk gewoon een nieuwe kopen. Ik heb ook geen selfie stick meer, dus ik ben nu met mijn Gorilla pot hou ik vast. Ik weet niet of dat... Ik kan niet zien. En ik moet eigenlijk gewoon een nieuwe gaan bestellen. Dus dat ga ik maar zo snel mogelijk doen om dit hele voorval te vergeten. En ik moet ook onderwaterbeelden gaan maken bij die drijvende tuinen. Want ik ben heel benieuwd hoe het nu gaat met de wilgendruppels die daar hebben gehangen. Ik heb gisteren ze nog water gegeven met Sakina. En toen waren er hele grote pompoenen, grote verrassing. Hele grote pompoenen, nu al. De laatste keer dat ik er was, waren dat nog bloemetjes. En nu was het al een hele grote pompoen. Drie pompoenen. Gelukkig is het vandaag echt flink geregend. Dus je ziet het ook wel in mijn daktuin. Die is heel mooi groen. Dus het gaat helemaal goed komen. Het waren hele warme dagen de laatste tijd. Maar nu is er eindelijk weer regen. Ik ben op Lunchville Festival geweest. In the world of art, you know, when he's like presenting in MoMA in New York or something, I can tell like, oh, I knew Sander back in the day. Yeah, when he was just creating a spontaneous video. Can you explain it now on the camera? Yeah, Sander made an installation of peace. Yes. It's like, it reflects colonism, like sugar plantations, banana plantations, and just with some lost and found here on the table at the Lunchville, you know? He's placed bags together and he creates a context. We're all amazed here. It was actually meant more personal, because when I was young, I gave always the horse of St. Nicholas there were people who gave him then candy cubes or sugar cubes, but there were other people giving them bananas. And here you see, I left this for the horse of St. Nicholas and he ate all the five bananas. There are five, you don't have to be a detective to figure that out. And the horse ate all the bananas, but left the sugar cubes. Even the horse knows it doesn't like the sugar cubes. And it's a reflective piece of colonism as well. Mm. And how it's like still integrated even in a place like Lunchville, you know? Yeah. Even speaking in of lunch, we should go colonize the festival. Yeah, let's colonize the festival. We leave this here for for future generations to learn from our mistakes. Definitely. Yeah. Ik schop de hele tijd van alles aan. Ik ben veel op de drijvende tuinen geweest. Ik heb onder andere een meetingje gehad met de schrijfwensmensen van mijn schrijfgroepje. Ze zijn naar de drijvende tuinen geweest. Dat was heel leuk. Het was heel gezellig ook om Lisa voor het eerst te ontmoeten in het echt. Lisa Elisabeitje, jullie kennen haar van de comments. En Lisa Olieslagers, die kwam ook logeren. Dat was een heel grappige Lisa-dag. De tuinen liggen er heel mooi bij. Ik wilde eigenlijk nog wel vertellen dat ik één van die drijvende eilanden in mijn beheer heb gekregen. Dat is een gek verhaal.
Het is een tuintje met vier pruimenbomen erop. En een troon, de troon van Robert Jasper Grootveld. Het is een klein eilandje. En die was eerst in het beheer van een jong gezin die erop tuineerde. Maar de vrijwilligersgroep heeft nu gevraagd, omdat zij ermee gestopt zijn, of ik dat wil overnemen. En dat wil ik graag. Maar het is een heel overwoekerd eiland. Het is echt een woestenij van distels en klein hoefblad voornamelijk. Maar ook vier pruimenbomen met al pruimen erin. Ik heb er al een paar gegeten ook. En de troon dan van Robert Jasper Grootveld. Hier zien jullie Eva er mooi in zitten. Ik hoop dat ze dat goed vindt. En daar wordt aan het eind van augustus gaat daar gesnoeid worden. De gemeente die is met een reparatiesessie begonnen van de oude drijvende tuinen van Robert Jasper Grootveld. En er wordt een soort zeil onder gespannen tegen verval. En er komen, ja, er wordt dus gesnoeid die distels en die hoefblad op mijn eilandje. Tuintje van de tuinman heet mijn eiland. En op het tuintje van er staan dus ook die vier pruimenbomen op. En nu heb ik een boomverzorger gevraagd om met mij naar die pruimenbomen te kijken. Karel Pieter. Dus ik ben heel benieuwd wat hij daarvan zegt. En of ik, ja, hoe ik dan die pruimenbomen moet gaan snoeien. En de pruimenoogst komt eraan. En ik ga binnenkort naar Lissabon. Nou, dat zien jullie allemaal in de volgende vlog. Wacht, is er nog een vraag? Is nog een vraag. De vraag van de week. De vraag van de week. De vraag van de week. De vraag van de week is van Miss May Cake. En zij vroeg, zei heel tof, een nieuwe vlog. 25e alweer. Had je verder geen irritatie van deze week? Wel dus. Ik heb hem net verteld, want dat was eigenlijk toen al gebeurd. Het was eigenlijk de dag voor de opening gebeurd. Dat ik mijn tas buiten heb laten staan, waardoor mijn tas gestolen is en mijn camera's, helaas. Verder zegt May, ik wil nog meer horen over Anna Grootveld, of Anne Grootveld heet ze. Anne Grootveld, die heeft bij de opening van de Drijvende Tuinen opgetreden. Dat was een heel mooi liedje. Ik zou er ik zou er graag een stukje van laten horen, maar het geluid was heel slecht. Dus de geluidskwaliteit was heel slecht. Ik zou er toch een klein stukje in doen. Ik kan niks zien, hè? Was echt fantastisch. Ik heb gezwommen en de boten langs zien komen van de Canal Parade. En ik ben nog op een boot geklommen, de politieke partijenboot. Ik zag vrienden daar staan. En Annelieke was mee, het was superleuk. En Pixie, een jongen uit de States, die heb ik ontmoet. En die heeft een paar dagen in mijn huis gelogeerd nog. Nou, dat was echt heel leuk. Heel erg leuk. De Pride is echt een van mijn favoriete momenten van het jaar. Zeker in Amsterdam wordt dat zo goed gevierd. En ik ben ook zo trots op Amsterdam. Ik ben zo blij dat het gevierd wordt. Want dat is toch wel in de, ja, soort culture wars, of hoe noem je dat, in de cultuur. Het is gewoon heel belangrijk dat we trots zijn op diversiteit. In gender, seksen, maar eigenlijk alle diversiteit. En ik ben zo blij dat gevierd wordt. En ik heb toptijd gehad tijdens de Canal Parade. En ook tijdens de Pride Walk, die was de week daarvoor. Die is eigenlijk nog leuker dan de Canal Parade. Alhoewel, ik hou ook wel heel erg van water, dus ze waren allebei te gek. Ik hoop eigenlijk nog wel een keer mee te varen met een van die drijvende tuinen tijdens de Canal Parade. Dat lijkt me heel goed. Heel cool. Een soort eco-feminist, genderqueer, genderbender boot met bomen of bosbessen en zo. Lijkt me heel leuk. Goed, dit was dan weer het einde van de vlog. Ik heb de vraag beantwoord, ik heb een ergernis gehad. Like en subscribe, laat een comment achter in de doobly-doo. En ik zie jullie de volgende week woensdag denk ik weer